Welkom bij Fontys. Ik ben Cindy Ras, consultant onderzoek. En vandaag neem ik jullie mee in de wereld van Open Science. We lopen hier op de campus Rachelsmolen in Eindhoven met Margot Browns. Margot, wat betekent Open Science eigenlijk voor Fontys? Wij zullen samen meer moeten delen. Ja. Dus niet alleen naar buiten, naar externe partijen. Maar ook de ene lector en de andere lector moeten toegang geven tot elkaars databestanden. Ja, er kunnen hele mooie, fantastische dingen ontstaan. Maar het begint er wel mee dat je vertrouwen hebt in elkaar, in het systeem. Ja. En dus die afspraken moeten we gaan maken. En wat zijn dan de belangrijkste veranderingen bij Open Science? Nou, er zijn veel nieuwe dingen waar we aan moeten wennen. Hè? Onder andere de privacybescherming van de data. Sommige data wil je niet dat die op straat liggen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld over patiënten als je onderzoek hebt gedaan. Tot nu toe publiceer je je gegevens in een tijdschrift. Dat gaat veranderen. De regelgeving, misschien ook nieuwe wetten, nieuwe financiële maatregelen. Mm-hmm. Dus het is echt een grote verandering. Ja. Nou, Fontys begint daar nu stapje voor stapje mee te experimenteren. Mm-hmm. We beginnen met name ook met de studenten. En dan kun je zien dat al die afstudeerwerkstukken heel goed toegankelijk zijn voor ieder. En dus niet meer achter een archiefkast liggen. En, dus daar beginnen we mee. Maar om het echt goed te doen, zul je, dat kost echt jaren om dat heel goed tot ontwikkeling te brengen. We zijn hier bij de Sporthogeschool en ik ga mijn collega Menno vragen hoe zijn Open Science project in zijn werk ging. Menno, kun je iets vertellen over jouw project? Ja, we hebben een website ontwikkeld, een platform om studenten lichamelijke opvoeding beter te kunnen ondersteunen bij het leren en het uitvoeren van praktijkonderzoek binnen het bewegingsonderwijs. En dat platform is open source, dus dat betekent dat niet alleen onze studenten aan de Fontys Sporthogeschool daar gebruik van kunnen maken, maar ook studenten van andere instituten. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om kennis te delen? Onderzoek doen binnen het onderwijs vanuit het HBO is toch wel een specifieke visie op het doen van onderzoek. En we willen graag dat onze studenten daarbij hun onderwijs kunnen innoveren en heel praktijkgericht te werk kunnen gaan. En wat we gemerkt hebben is dat er eigenlijk geen goede ondersteunende materialen zijn voor studenten lichamelijke opvoeding om hun daarbij te helpen. Doordat we met alle ALO's, zoals die instituten heten, bij elkaar gekomen zijn, hebben we inderdaad hele leuke discussies gehad over wat onderzoek is binnen de setting van het bewegingsonderwijs en hoe dat aanleren aan studenten. Dus dat is wel mooi, een mooie bijkomstigheid daarbij geweest. Ja. We zijn hier in het bewegingslab van de Paramedische Hogeschool. Hier wordt heel veel data gegenereerd. Manon, hoe gaan jullie daarmee om? Data wordt gegenereerd door studenten, maar ook docent-onderzoekers. Wij delen dat door middel van wetenschappelijke publicaties, maar ook door te publiceren in vaktijdschriften. Dat is toegankelijker voor de beroepspraktijk. En studenten presenteren hier altijd hun afstudeeronderzoek bijvoorbeeld op een afstudeerexpositie. Een soort congres die toegankelijk is voor het werkveld, familie, vrienden, docenten, iedereen die wil komen. Op het moment dat studenten bij ons in jaar 1 instromen, krijgen ze al meteen onderzoeksvakken over ethiek en hoe ga ik met data om, hoe ga ik met mijn eigen gegevens om, hoe pitch ik dat naar anderen toe. Het was heel veel gericht op die kennisdeling. Kun je een voorbeeld geven van een recent project? Ja, ik heb een van onze studenten, Maxime, gevraagd wat zij met haar data heeft gedaan. Wat is er daarna nog meer gebeurd met jouw onderzoek? Ja, ik heb het ten eerste hier op school natuurlijk mogen presenteren voor mensen uit het werkveld, maar ook hier voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is. En je kan dan niet alleen je onderzoek promoten, maar ook jezelf. Dus wellicht kan het dan voor een baan of zoiets opleveren. Daarnaast heb ik mijn onderzoek mogen publiceren in een vakblad, ICT en Health. Dus ja, dat is ook gewoon heel erg leuk, dat je het echt naar buiten kan brengen. Privacy is zo'n belangrijk aspect van Open Science. Hoe gaan jullie met die gegevens om? Wij gaan daarmee om door continu te blijven afstemmen met alle stakeholders in zijn onderzoek. De student is een stakeholder, maar ook de opdrachtgever, het werkveld, de docent. En wij voorzien ook in dat de studenten en docenten de juiste informatie van ons krijgen door middel van cursussen, etc. Om te voldoen aan alle wettelijke kaders die zo'n onderzoek met zich meebrengt. Dus aldoende zijn jullie eigenlijk dat soort belangrijke onderwerpen van Open Science aan het verkennen en goed vorm te geven? Nou, het blijft een continu proces, daar ben je nooit mee klaar. Want wetten veranderen continu, maar ook de cultuur, de attitude van beroepspraktijken verandert continu. Dus dat is een proces wat altijd maar blijft gaan. Dit was Open Science binnen Fontys. Er liggen nog een aantal uitdagingen, maar we hebben ook mooie concrete voorbeelden gezien. En laten we er vooral samen mee verder gaan.